De schade van de enorme en maandenlang durende wateroverlast in Brokopondo en Sipaluwini in 2022 is nog duidelijk zichtbaar. Een jaar na interviews met lokale bewoners bracht onze redactie afgelopen weekend wederom een bezoek aan New Lombe. Het verslag is van Lambert Pintrusi. Op 2 maart 2022 maakte de Staatsolie Power Company Suriname, die het beheer heeft over de Avobakka-stuwdam in Brokopondo, bekend dat de spuipoorten dringend open moesten. Er was namelijk te veel water in de stuwdam. Binnen korte tijd waren het bewoners van boven Suriname die te kampen kregen met enorme wateroverlast. Het water drong de huizen binnen, straten werden rivieren en kostgrondjes overstroomden. Op 20 april spraken wij te New Lombe met Harry Sistina, die op dat moment de inboedel in zijn huizen met hulp van een buurman aan het verplaatsen was naar droge plekken. 1 jaar later toont Sistina ons de schade. De tekenen tot waar het water steeg zijn duidelijk zichtbaar. Van Staatsolie kregen de bewoners 3000 SRD voor het wassen van de huizen en een tegemoetkoming van 25.000 SRD als compensatie voor de geleden schade. Voor het herstellen van de huizen is er niets ontvangen, zegt Sistina. De schade aan zijn 3 huizen loopt al dicht tegen 1 miljoen SRD aan. Want dat is een beetje kaskade dat we daar nog bij dat akkoord voor nu nu. Maar nu nu op akkoord de nu nu dat. Mijn mama maakt skaten die de mama de man zelf kan worden even kreeg al ook om een blik weer die om een pis plat kan de 6 mm of 7 mm. Om een sakas menti. Dat de mama maakt wat calculatie lukt. Dat de kan zijn is maar kolu de skade zijn dat de mama bereik kan er lukt. Dat de mama kan tegen me dat ik me liet dat ik is te commit 800.000, commit 1 miljoen, nu nu ja, die herstellen 3 of zo. Sistina herstelt zijn huizen nu zelf, maar op een laag tempo vanwege gebrek aan financiën. Ook zijn inboedel heeft enorme schade. Sistina blijft niet bij de pakken neerzitten. Het planten en kweken van doksen heeft hij weer opgepakt en hij verdient aan visvangst, groenten en plantenverkoop. Van de dorpsleiding komt er geen informatie, klinkt een teleurgestelde Sistina. Ik heb tien ook best hier. Mijn sapsoma kan collectie was aan uitjakken. De desma die de man pikje pot in de commissie. Want desma die de man pikje pot in de commissie. Na de man pikje de potie. Maar nu het dorp of desma die sumo jakkisa. Mijn sapsoma also jas sumo. Bedina commissie dat hij. Morolek a captain, Nanga Lorenzo, Adema Bego over Jaman Tanga no fa, desan no go, noa ep, noa tak i, kukos doma kandra baka, kulek desma e tak i, na dat ufini stas uli, dat ufim fa stat tak na dat dema udugino. Desan dat srefune man verstaan. De bewoners kijken nog steeds uit naar een bezoek van de leiding van de Staatsolie Power Company voor overleg. De eerdere bezoeken tijdens de wateroverlast stelden zij op prijs. Een ander probleem waarmee de bewoners kampen is de toegang tot contant geld. Alleen de gang naar een pinautomaat is gelijk aan het bedrag dat per dag kan worden opgenomen. De spuikleppen van de Avobakka-dam gingen per eind juni 2022 gefaseerd dicht.